Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en wat heb ik toch weer zin in deze video. Ik ging eerst even bij mijn postbus staan om even te kijken of ik mail heb. Niemand stuurt mij ooit mail. Er zit weer niks in. Ik heb trouwens nog steeds niet mijn schoenen naar beneden kunnen halen. Kijk, ze hangen er nog steeds. Daar in de vent ook. En als het goed is... Nee, daar hangen ze niet. Die zijn dus... Daar hingen ze ook namelijk. Die zijn waarschijnlijk gestolen door vogeltjes. Maar goed, kijk eens. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag zoveel zin om op te nemen. Ik ga namelijk lekker naar een zwembad toe. En even lekker relaxen in het water. Daar heb ik zoveel zin in. Maar eerst wil ik even zeggen dat ik net op mijn computer daar heb gekeken. Op mijn ijskast noemt Droy hem altijd. Ik snap niet waarom hij dat een ijskast noemt. Het is toch gewoon een coole tv en computer. Maar toen zag ik dat ik bijna de 60.000 abonnees had. Dus ik wil jullie allemaal heel veel bedanken. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer nu even, want dat kan heel cool worden. En we gaan vandaag, we hadden vorige keer een like-off van 2000 likes. Dus we gaan nu zeggen 2500. We gaan gewoon zeggen 2500 likes. Dat is echt heel veel en ik weet niet of we het redden. Maar ik geloof in ons allemaal tegelijk dat we dat kunnen. 2500 likes. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb al mijn spulletjes al klaargezet. En we gaan vandaag lekker relaxen in een zwembad. Want ik had laatst gelezen dat er ergens een zwembadje was waar ik heen kon. En wat heb ik daar toch veel zin in. Dus we gaan even kijken. Ik moet zo even mijn navigatie zetten. Want ik weet niet echt welke kant het op is. Tot zo! Oké, kijkers, volgens mij zijn we er bijna. Ik denk... Althans, ik dacht dat het hier was. Volgens mij... Ja, deze richting was het. Hier was het... Het is leuk hier al, toch? Kijk, en als het goed is, komt mijn auto dan hier lekker parkeren. Oh, daar komt al de andere aan. Gaat u maar, wat heeft u een mooie auto trouwens? Die wil ik monteren. Hebben we helaas geen tijd voor. Nou, kijk eens. Daar zijn we dan. Lekker bij het zwembad. Wat heb ik daar toch ongelooflijk veel zin in, hé? Moet je zien. Wat een lekker zwembad dit is. Ik ga even een bedje pakken. Ik heb een bedje gehuurd, kijkers. Ik kan wel iets. Ik had gewoon mijn eigen bedje gehuurd. Goed voor mij, hè? Heel goed gedaan. Dus we gaan lekker hier in het zwembad genieten. Wat heb ik daar toch veel zin in. Nou, dan moet ik even mijn zwembroek pakken. Mijn zwembroek pakken. Ik ben mijn zwembroek vergeten, kijkers. Wat ontzettend dom van mij. Ik ben gewoon mijn zwembroek vergeten. Ben ik naar het zwembad gegaan, heb ik alles meegenomen. Zonnebrand. Zonnebril. Een handdoek. Meneer, heeft u misschien toevallig een zwembroek bij u? Mag ik toevallig uw zwembroek lenen? Nou, waarom mag ik uw zwembroek nou niet? Lena, een coole speedboot. Kijkers, ik wil even kijken. Ik ga heel even kijken hoor. Ik had beloofd dat ik naar het zwembad zou gaan. Maar ik moet toch gaan, meneer. Ik heb je zwembroek toch niet meer nodig. Ja, sorry. Ik kom wel. Kijkers, daar is hij. Een speedboot. Kijk nou hoe cool die is. Hé. Kijk nou, hé. Van wie is deze? Hallo? Is deze speedboot van iemand? Iemand hier? Iemand toch? Maar niet wie? Niemand reageerde, kijkers. Dat zou wel van niemand zijn dan. We gaan even kijken. Kijk nou. Cool mechanisme hier. Wat gaaf, kijkers. Dit vind ik toch cool. Dit zou toch zonde zijn om zo te laten liggen, kijkers. Weet je wat nou leuk is? Ik heb toevallig mijn monteurdeur to go bij me. Dat is mijn monteurdeur die in mijn auto... Die in mijn auto past. Dat is toch cool? Dat is mijn monteurdeur die gewoon in de kofferbak past. Dus die ga ik even pakken. En dan gaan we gewoon even kijken of wij stiekem toch een beetje kunnen sleutelen aan die auto. Oké, kijk eens. We hebben de monteurdeur to go hebben we bij ons. Ik heb mijn hamertje alvast. Want wat heb ik toch zin om hier even naar te kijken. Misschien, ik weet niet of dat verstandig is om dit te gaan monteren. Maar het lijkt me wel... Ben ik alsnog helemaal nat geworden. Maar goed, wat ik wilde zeggen is... Ik ga even kijken of ik er toch stiekem iets aan kan monteren. Dus we gaan even de eens... Telkens dat water. Het is helemaal koud ook. Het is helemaal geen lekker water om in te zwemmen. Maar we gaan eerst even kijken wat we kunnen doen hoor. Even kijken of we een beetje kunnen monteren. Hier moet even wat benzine in de motorkap. Kijk eens, er zit echt wel een motorkap daar hoor. Ik gooi het niet zomaar gewoon hier op de vloer nu. Dat doe ik niet. 5 monteerminuten later. Oké, kijk eens, ik heb een beetje ietsie-pietsie geüpgrade. Maar er mist nog één klein dingetje en dat is namelijk... de kleur. Hij is zo saai. Hij is grijs met zwart. Of wit met grijs. Wat is het? Zwart bedoel ik. Wat is het? Het kan toch veel mooier? Dus laten we even kijken wat we kunnen doen. En misschien ietsie-pietsie mooie kleurtje geven hoor. JOTTEM. Oké, kijkers. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie klaar voor de grootste, coolste upgrade kleur ooit? Jullie gaan het vast niet geloven hoor. Dit gaat vast een hele grote verrassing voor jullie zijn. Hij is niet zomaar een kleur. Hij heeft namelijk een kleur gekregen. Bam! Hij is gewoon roze met groen. Kijk nou hoe leuk die is. Ah, ik denk deze kleuren gebruik ik nooit zo vaak. Ik gebruik nooit zo vaak de kleur roze of zo, weet je? Of groen. Dus ik dacht, weet je, wat nou als we een keer roze met groen doen? Want dan hebben we ook nog een keer wat variatie in de kleuren die we altijd doen. Leuk toch? Kijk. Zelfs de randjes bij de stoelen die zijn groen. En hier, dit is een leuk detail. Ja, het handvat waar je je vast kan houden als je ietsie-pietsie te snel gaat door een kleine upgrade. Dan kan je gewoon vasthouden. Slim van mij, hè? Dus ja, JOTTEM, kijk. Dus ik heb toch zoveel zin om hier even een testritje mee te maken. Dus dat gaan we ook gewoon doen. We gaan gelijk zitten. Ik heb de auto zo gemonteerd dat ik zelf mijn eigen sleutel heb. Ik heb zeg maar een universele sleutel die in elke auto en voertuig past. Cool, hè? Dus oké, dan gaan we kijken. Dus we gaan eerst heel voorzichtig. Moeten we de bocht maken, maar dat kan al niet. Oh, wat is hij toch? Oh, hij is heel gevoelig, merk ik nu al. Oh, 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 oh. Kijk eens, zag je dat? Er zit zoveel power in. Ik denk dat ik hem misschien ietsie-pietsie te snel geüpgrade heb. Oké, kijk eens, daar gaan we. We moeten heel voorzichtig even de bocht maken hier. Ah, ik heb hier wel zoveel zin in om lekker snel te gaan. Ah, wat silly wat ik zie. Kijk eens, een heel lang stukje waar we snelheid kunnen maken. Dat was een goede zin, waar we snelheid kunnen maken. Kijk eens, ik ben er klaar voor. Het testritje, mijn dagblad altijd zo anders dan ik zou verwachten. Ik zou eigenlijk zwemmen. Maar nu gaan we gewoon lekker. Nu gaan we gewoon lekker met een boot varen. Ook leuk toch? Nou, er is daar al een andere boot. Maar dan gaan we kijken eens in 3, 2, 1. Gassen! Wow! Oh jee! Hier had ik geen rekening mee gehouden. Hij zag het vliegen. Wow! Steen! Wow! Kijk eens! Help! Help! Oh, oh. Wow! Wow, hé kijkers! Zagen jullie dat? We zijn gewoon goed geland. Ah, wat is dit cool! Wat een coole boot is dit! Ah, we zijn nu ook gewoon op het open water. En hier kunnen we nu lekker gas zo. Wow! Wow, wat is die snel! Maar we hebben nog niet eens de Henkie Boost-button ingedrukt, kijkers. Moet je nagaan als je de Henkie Boost-button indrukt. Hoe snel die dan kan. Maar daar gaan we nog heel even mee wachten. Ah, hier is de pier. Daar is de achtbaan. Kijk eens wat cool. Zien jullie wat ik zie, kijkers? Is dat nou een spronk? Jump midden op het water. Die gaan we nemen. Oké, kijkers, we gaan er gewoon gelijk voor. Hij is zo snel. We moeten even kijken waar die is, want ik ben hem alweer kwijt. Oh, daar. Let op. Let op. Oh, au. Nou, we missen hem ook gewoon. Nou. Auw. Oké, dat werkte niet helemaal. Oké, we gaan gewoon lekker gassen en we gaan de Henkie Boost-button gewoon indrukken. Kijk eens, en ik heb daar heel veel zin in. Hé, dit is Frederik zijn boot. Wat cool. Oké, kijk eens, en terug naar de pier. Met de Henkie Boost-button in 3, 2, 1 en... Boost! Wow! De Henkie Boost-button. Kijk eens, help. Kijk eens, help. Oh god, kijk eens, landen we nou in dit water? Landen we nou gewoon hier? Wat cool. En geparkeerd. Nou, kijk eens zo. Wat was met dat rietje? Ah, we zijn ook gewoon geparkeerd. En dat was absoluut mijn bedoeling. Dat we zo zouden parkeren. Die kan ik gewoon zo erop stappen. Leuk toch? Nou, kijk eens wat een avontuur met deze boot. Ah, hé. Hey. Ik denk persoonlijk dat we er wat trucjes mee moeten gaan doen. Want zoals jullie net zagen, wat ik net deed. De landing hier, nou dat was natuurlijk gewoon zo gepland. Was absoluut de bedoeling. En gewoon echt heel cool. Dus wat me nu leuk lijkt is om gewoon... Ik vind het nog steeds leuk dat ik hem hier geparkeerd heb. Maar wat me nu leuk lijkt is om inderdaad gewoon wat stunts te doen met deze boot. Want ik weet dat hij ietsie-pietsie te snel gaat. Maar dat is juist leuk. Dat is toch een beetje de bedoeling. Dus oh voorzichtig. Dus wat we nu gewoon gaan doen... Oh, is hier even remmen. Oh, de Henkie noodrem kan soms zo handig zijn, hè. Anders kom je zoveel problemen. Maar we gaan gewoon even stunts doen. Dus we gaan eerst even gassen. We moeten wel de goede richting op gaan. Oh, niet weer hier. Niet weer dit stuk. Wow. Wow. Pas op. Oh jee, niet op het land. Niet op het land. Oké, mooi. Dat scheelt. En achteruit, let op. En wow. Wow, hé. Oké, we gaan stunts doen. We moeten even kijken wat we gaan doen. Oké, kijkers. Zien jullie dit? Dit is de coolste Henkie truc die ik jullie ooit ga laten zien. We hebben hier namelijk een groot platform op het water. Met een boot aan die kant en aan de andere kant geen boot. En wat wij gaan doen is we gaan zo snel dat we van dit gedeelte van het eiland naar het andere gedeelte van het eiland gaan. Eroverheen! In één keer! In één sprong! Dus wat we moeten doen is heel ver afstand nemen. En dan hopen dat het gaat lukken. We moeten niet te ver landen namelijk, want zoals net vlog ik zo ver en dat was ietsie-pietsie te ver. Kijk, kijkers, zijn er klaar voor. We gaan er gelijk voor. We gaan voor de onmogelijke jump. We gaan het proberen te maken. Komt ie in 3, 2, 1. Ja! Oh, wat gaat ie? Oh, oh nee! Oh, oh, kijk eens! Help, kijk eens! Mijn boot! Boot komt terug! Nee! Oh, water! Ah, Ah, mijn rug doet ook altijd zoveel pijn als ik in het water val, kijk eens. Ah. Ah, kijk eens, waar is mijn boot nou? Moet ik helemaal het land opklimmen hier? Ah. Ah, wat is dit toch hoog telkens? Elke sprong is zoveel moeite. Ah, waar ben ik überhaupt? Hé? Oh, dit is het vliegveld. Hier heb ik laatst mijn vliegtuig gemonteerd. Die nu ergens zacht mag rusten in de oceaan, diep onder water. Rust in vrede, vliegtuig. Rust in vrede. Maar goed, onze boot die leeft nog. Waar is hij überhaupt? We moeten even snel zijn. Ah, boot, kom op nou. Waar ben je geland? Kijk eens, ik heb een oplossing gevonden om de boot te vinden vorige keer. Toen waren we het vliegtuig kwijt, dus dan gingen we zoeken met de boot. Dus nu dacht ik, heel leuk. Dus hebben we de boot kwijt en dan gaan we zoeken met een vliegtuig. We gaan heel even snel een vliegtuig monteren of een helikopter. Dat is ook een goeie. 5 monteerminuten later. Oké, kijk eens, ik heb inderdaad toch maar een helikopter gemonteerd, even snel. Want we moeten die boot wel echt gaan vinden. Nu als we hem niet vinden, dan hebben we een groot probleem. Dus ik heb even snel ietsiepietsie roze gemaakt en ietsiepietsie geüpgrade. Zodat we snel de boot kunnen vinden. Die kunnen we natuurlijk niet achterlaten, kijk eens, onze boot. Oh, dus we moeten snel zijn. Hij is alleen... Ik heb niet de Henkie Boost-button erin kunnen gooien, omdat ik die al verwerkt heb in de boot vandaag. Dus we moeten wel gaan zoeken. Boot, waar ben je? Goed om jullie heen kijken, kijkers. Kijken of jullie de boot zien ergens. Oh, wat maak ik me toch zorgen om die boot. Ik maak me toch zoveel zorgen om die boot. Waar zal die zijn? Boot, waar ben je? Ben je hier, boot? Waar ben je? Oh, daar is die, kijkers! Daar is de boot! Hij is hier gewoon geland. Wat ben jij ver geland dan, boot? Want daar is het water, daar landde ik. En je bent helemaal... daar geland. Ah, dus we gaan snel de boot redden, kijkers. We moeten snel zijn. De boot kan niet lang op het land. Hij heeft water nodig. De boot heeft zo snel mogelijk water nodig. Ah, helikopter, dankjewel voor de hulp. Maar we moeten nu echt de boot gaan redden. Ah, kijkers. We zijn eindelijk bij de boot. We kunnen geen minuut tijd verspillen. Oh, een panto! Kijk eens, een panto! Ah, moet je zien, daar is hij! Het is een witte panto! Ah, wat ben jij mooi! Hé, hey, nog een panto, kijk eens! Ah, wat leuk! Ah, gewoon 2 keer een panto. 1, 2. Zou er nog één? Ik zie nog een panto, kijkers. Het is een blauwe. Wat is dit? Een droomgarage of een parkeerplaats? Deze parkeerplaats wil ik hebben. Panto, panto. Daar in de verte panto. Nog een panto. Ah, wat een leuke panto's allemaal. Ik wil ze allemaal monteren. Ah, wat leuk toch dit weer, al die panto's. Oh, de boot. Oh ja, sorry, ik zei de boot kan geen tijd verspillen en zo. Dat moeten we ook niet doen, ook niet aan panto's. Ah, snel terug het water in, boot. Ah, we krijgen het voor elkaar om hier te landen. Zo. Ah, terug het land in. Of water in bedoel ik. Zo, hé, kijkers. Ah, sporen uitwissen van dit zo, hé. Wat een avontuurboot. Waar ga je heen? Kom eens terug. Moet ik zwemmen om naar je toe te komen nu? Ah, word ik helemaal nat weer? Ah, ik was net ook al in het water gevallen. Is niet zo erg. Oh, kijk eens, wat een avontuur hebben we weer beleefd met deze boot, zeg. Hij was weer kwijt. Moesten hem weer opnieuw zoeken. Oh, dus laten we nu snel teruggaan naar de panto. Oh jee. Oh, zo. En spring. En spring. En dan grind. Let op. Grind. Oh, en terug het water in. Oh, au, 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 au. Hobbels, hobbels, au. De hobbels, zeg. Dan zijn we weer... Hey, wat is dezelfde boot? Misschien is dat wel het persoon van deze boot. Nee, dat zou niet. Hij lijkt het niet meer op. Ik ga gewoon niks zeggen. Ik zou niks zeggen. Goeiedag, meneer! Ik zei per ongeluk toch wat, kijkers. En het klonk heel zelfverzekerd wat ik zei. Ah, kijk eens, hé. Wat een avontuur hebben we weer beleefd vandaag, zeg. Wat een avontuur was dit weer. Ah, ik ga deze boot ga ik ook gewoon opslaan. In mijn grauwwater. Ah, deze ga ik ook gewoon opslaan. In mijn garage. Maar ik weet nog niet waar, want ik heb nog niet echt een bootgarage. Dus we gaan eerst de bootgarage zoeken. Oké, kijk eens. Ik heb even op de Henki-maps gekeken. Ik heb mijn eigen mapstation. En daarmee heb ik gezien dat hier ergens op deze haven... Wat ziet het er veilig uit hier? Dit ziet er echt vertrouwd en veilig uit. Allemaal industriële dingen en zo. Wat kan je hier leuk monteren? En kijk hoe goed dit eruit ziet, dit gebouw. Maar ik heb volgens mij gelezen dat ik hier ergens wel boten op kan slaan. Wow, het is wel een beetje een enge plek dit als ik zo kijk hoor. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Hallo? Niemand? Ah, wat is dit nou allemaal? Blauwdrukken, een hamer, gereedschapkisten, machines. Nog meer gereedschap. Kijk wat veel gereedschap daar ligt, kijkers. Ah, wat is dit toch weer goed? Be careful, work safely. Dat doe ik altijd hoor. Kijk eens, ik moet hier even wat... Ik ga die blauwdruk meenemen. Die blauwdruk kan ik gebruiken voor mijn geheime plan waar ik jullie nog niks over ga vertellen. Oh, kijk eens, dit was de verkeerde ingang van wat ik bedoelde. Maar ik heb hier zoveel meer gevonden. Ik zocht voor zilver, maar ik vond goud. Hallo, is er iemand thuis? Waar is dit nou? Ze hebben helemaal geen instructies gegeven over waar die garage was. Hoe moet ik mijn boot ooit via hier naar binnen krijgen? Hé? Dat gaat toch nooit lukken? Ja, waar moet ik überhaupt heen? Ah, ik moet op alles klimmen om overal te komen. Jezus, hé, moet ik zeker op die lamp klimmen? Ah, oké, we staan erop. Het is heel fragiel hier. Dus moet ik deze sprong maken. Zo, hé. Moet ik helemaal omhoog klimmen? Wat een avontuur moet ik allemaal doen. Nee, maar volgens mij kan ik iets hier wel vinden. Oké, is het hier? Hier zal het moeten zijn op dit dak zo. Hallo, kijk, daar zie ik het water. Ja, daar is het. Hier naar beneden. Ah, we moeten even een ingang vinden. Ah, ik zie, hier kan ik er op zich wel langs. Maar die sprong ga ik toch nooit halen. Oh, dat deed zoveel pijn. Hoe ik daar viel, kijk eens. Dat deed echt heel veel pijn. Maar we zijn er. Hier kunnen we toch onze boot mooi neerzetten. En dan kunnen we hem hier opslaan. En dan hebben we altijd onze boot. Dat is toch leuk? Dus laten we hem snel hier neerzetten. We gaan hem even ophalen. Waarom heb ik hem nou niet gelijk meegenomen? Want ik kon er blijkbaar gewoon zo inrijden. Nou, we gaan even de boot ophalen hoor. Zo, kijk eens. De boot is er. Ah, zo, dat is wel leuk. Het is altijd leuk om met deze boot te varen hoor. Zullen we hem even naar binnen rijden? Oh jee, niet hard, niet hard, niet hard, niet hard. Oh, Henkie noodrem maar tegen de muur. Zo, nou. De boot is ook opgeslagen. Wat goed, kijkers. Nou, dan kunnen we hier zo. Kijk, pop. Hoppakee. Dit is echt perfect. En dan kunnen we ook zo weer in de boot stappen. Kijk, als we dan willen varen, doen we gewoon zo. Gewoon hoppakee. Water. Hé, wat is het mooi hier onder water. Nou, dat is toch perfect dit, kijkers. Dit is zo goed. Kunnen we zo weer wegrijden. Kunnen we zo erop en eraf stappen. Ah, wat perfect. Nou, we gaan even lekker terug naar de band zo. Bootje, dankjewel voor het leuke avontuur. Je bent lief voor mij. Ik heb je legit gekocht. Nou, we zijn weer bij de panto. We hebben de blauwdrukken. We hebben de oude... De boot bedoel ik opgeslagen. En dan gaan we nu lekker terug naar huis. En ik heb zoveel zin om een nieuwe documentaire te kijken. Dus snel terug naar huis rijden. Oh, pas op, stopwoord. Nou, daar hoeven we dus niet meer te stoppen voortaan. Oh, paal. Nou, daar hebben we dus ook geen licht voortaan. Oh, panto. Oh, hek. Nou, daar hebben we dus voortaan ook geen hek meer. Zo, hé, kijk eens. We zijn weer lekker thuis. Hier is het. Ah, fijn om weer eindelijk thuis te zijn, zeg. Nou, deurtje open. Deurtje, de autootje erin. Ah, kijk eens, weer lekker thuis. Wat voelt het altijd fijn om weer thuis te komen na zo'n cool avontuur. Ik moet echt een keer een oprit installeren die deze vlekken absorbeert en niet zeg maar zo altijd in zich houdt. Of is dat niet absorberen? Maar goed, kijk eens, verder maakt het allemaal niet uit. Ik ga jullie gewoon lekker dankjewel zeggen. Dat is een hele goede zin. Ik ga jullie gewoon lekker bedanken voor het kijken naar deze video. En ik stuur even een nootmuskaatkoekje eten. Een nootmuskaatkoekje na avontuur is goed voor de duur. Postuur. Maar goed, kijkers, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben ervan. Ik vond het namelijk echt heel Jottem leuk. Dus dank jullie wel. Abonneer allemaal eventjes. Like even de video. We hebben bijna de 60.000 abonnees. Ik denk dat we dat wel echt in de aankomende dagen gaan halen. Dank jullie wel. Doe de groetjes thuis. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video, kijkers. Doei. Yeah.